dat lukte! Jongens, er werd veel gevraagd of wij een kork tutorial kunnen doen. En ik was van plan dat nu te gaan doen, want ik kan natuurlijk het beste kork, want Koas kan geen kork. Ik kan dit maar wel. Voor mensen die het niet weten wat een kork is, doe het nu even voor. Dat is een kork. Voordat je dit dus gaat beginnen, is het handig om een matje te hebben of een dikke mat. Ligt eraan of je echt heel veilig wilt zijn of denkt van nou, ik ben al een stoere jongen, ik denk dat ik het wel kan. Zorg dat je altijd iemand hebt die bij je is. Als het misgaat, dan kan die eventueel hulp halen of zoiets dergelijks. Wij oefenen dit nu op een turnmat, springvloer. Mensen die niet die ability, die er niet tot beschikking hebben, kunnen dat op het gras oefenen met een matras of iets zachts gewoon, of in het zand. Maar wij oefenen het nu hier, want wij zijn professioneel. Wat goede tricks zijn hiervoor om te doen is dus een backflip. Iedereen weet dat het een backflip is. En een running of een cheat gainer. Ik doe even voor wat dat is. Zodra je dat lekker landt, kan je dat op één been landen. Dat ziet er zo uit. En zelfs daar kan je beter werken naar een kork. Bij een cheat gainer of een running gainer goed op moet letten is dat je je been van achter goed meeneemt. En echt heel hard omhoog door laat swingen. En je armen ook natuurlijk goed meenemen. Als je dat niet doet, dan heb je ook geen hoogte. En heb je ook niet echt de kunst om de kork eruit te halen. Je begint met je linkerbeen hier neer te zetten. En met je rechterbeen kik je dus. Of als je met je rechterbeen hier staat, kik je dus met links in. Je begint dus nu met je rechtervoet eerst voor. Ja? Dan zet je je linkervoet iets schuiner neer. Dan kik je met je rechtervoet in. En je arm zet nog naar achteren. En zodra je dus omhoog gaat, neem je armen omhoog mee. Dus dit is de beginstap. Rechtervoet neer, linkervoet, armen en been omhoog. Zodra je dat hebt gedaan, trek je armen in en ga je beginnen met je spin. En dat ruimt. Dus, eerste stap. Arm omhoog, armen in en je begint met je spin. Dus als je dan deze step goed rond de knie hebt, moet je echt je been van achter helemaal meenemen. En links in de hoek gooien. Als je dat niet doet, dan heb je geen genoeg hoogte voor je draai. Probeer als je je kork dus een beetje hebt geprobeerd. En dan bijvoorbeeld zo op knieën. En dan ben je slecht. Wat wilde ik zeggen? Stel je landt op je knieën of handen en voeten of iets dergelijks. Dan moet je echt meer proberen. Dus je armen vanaf achter mee omhoog te nemen. En je been natuurlijk ook. Als je dus kunt landen, probeer hem echt op één been te landen. Zodat je ook kan swingthroughen. Swingthroughen is vanuit een andere trick. Met jezelfde swingthrough been. Nog een trick te doen. Bijvoorbeeld kick the moon naar kork of een flash kick of whatever. Voor mensen die kork al kunnen en een stapje hoger willen brengen, heb je ook gumby kork en scoot kork. Gumby kork ziet er zo uit. Snotje. Wat in je oog. Voor mensen die verkouden zijn, moeten dit niet doen. Scoot kork ziet er zo uit, oké. Okay. Het verschil is dus scoot met één hand, gummy draai iets verder door en dan zet je je tweede hand erbij. Voor scoot kork is het dus linkerbeen naar achteren. Voor als je kork andersom doet is het dus rechterbeen naar achteren. Maar ik leg het zo uit omdat ik cool ben. Linkerbeen naar achteren. Linkerhand zet je ze op de grond neer. Linkerbeen gaat door je linkerarm en rechterarm heen. Die kant op. En dat is gedaan. Dat is echt gewoon hetzelfde. Klopt, ik heb pik van wat je zei. Hetzelfde. Wel, linkerarm, rechterbeen. Ja, je zei linkerarm, rechterarm. Echt? Volgens mij wel. Linkervoet naar achteren, rechterbeen voor. Linkerhand zet je op de grond neer. En je draait dus zo een half rondje. Dat. En vanaf daar is het gewoon je kork inzetten zoals ik net heb uitgelegd. Als je niet goed omhoog komt en de kork niet goed kan landen uit je scoot, moet je proberen om je scoot langer te maken. Veel mensen doen dit. En zet hier een been neer. Wat je echt moet doen, je moet je scoot heel lang maken en je been helemaal daar neerzetten. Gumby is eigenlijk hetzelfde, alleen draai je nog net een stukje door waardoor je rechterarm erbij zet. Dus dat ziet er dan zo uit. Ik hoop dat jullie deze tutorial liken. 100 miljoen views, nee. Like, subscribe en deel het met je vrienden die misschien ook nog niet kunnen en willen leren. En peace out. En Enzo Knol. Zet even in de comments neer of deze ding je heeft geholpen. Wat moet je in de comments zetten als dit heeft geholpen? Nee, wacht. Even een leuke hashtag verzinnen. Hashtag help Piet. Hashtag help Piet. Ja, dat is toch wel leuk. Oké, hashtag help Piet als het je heeft geholpen. Ja. Ja, hashtag help Piet. Oh, wow. Oké, doei. Ja, ik kan